Een 81-jarige dame uit Rotterdam Overschie is kort na het overlijden van haar man en het verdriet daarvan nog makkelijk van slag te krijgen. En daar maken oplichters misbruik van. Ze weten haar met een babbeltruc haar bankpas en pincode te ontfutselen. Blijkbaar weten de oplichters in dit verhaal op de een of andere manier dat hun 81-jarige slachtoffer recent weduwe is geworden. Een feit waar ze op misselijke wijze misbruik van maken. Op 23 september wordt de vrouw in kwestie gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerkster van de Rabobank. Deze medewerkster die condoleert de vrouw meteen met het verlies van haar man. En die geeft aan dat de bankpassen van haar en die van haar man worden geblokkeerd. Dat is vanwege het overlijden van haar echtgenoot. Nou, de nieuwe bankpassen die zou ze zo snel mogelijk toegestuurd krijgen. En de oude bankpassen die worden binnen een kwartier opgehaald door de postbode. En inderdaad, diezelfde middag staat er een zogenaamde postbode voor de deur. De vrouw geeft, zoals telefonisch besproken, de bankpassen mee. Met de pincodes. En even later wordt er aan de burgemeester Bouwmanlaan in Rotterdam-Overschie €1200 van de rekening van de 81-jarige vrouw gehaald. Dat gebeurt door deze man. Hij draagt badslippers en een kappa-jas. Wie is hij? We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De bank zal nooit bellen met dit soort verzoeken. Trap er niet in. Deze mevrouw heeft zelf haar pincode ook meegegeven aan de persoon, maar weet dat een bank nooit vraagt om een pincode en dat ze ook nooit de passen blokkeren na het overlijden van een persoon en dat ze ook nooit zelf de bankpassen komen ophalen. Dus wees daarop alert. Wie is deze man? Bel 0800 6070.